Goedemorgen, wij hebben het afgelopen weekend op de Creadoe gestaan en er waren nogal veel enthousiaste reacties over het dialoogsysteem. Heel leuk om te zien dat allerlei soorten mensen met verschillende doeleinden interesse hadden in de boekjes. Het is een soort travel notebook, het is een cover en daar kan je dus boekjes in doen. Deze is gemaakt in april 2020 en toen zaten we allemaal in lockdown. Vandaar dat ik hier alle huisjes heb gestempeld. En elke dag is er een bladzijde gemaakt met hoe ik me voelde, wat de regels waren op dat moment. En ik wil even laten zien hoe ik te werk ga in zo'n boekje. Dat is voor iedereen persoonlijk. Je kan natuurlijk ook dag bij dag werken. Maar omdat ik alle pagina's toch wel geverfd wil hebben, doe ik dat meestal in één keer. Omdat haar verf wat dunner is, droogt het ook heel makkelijk. Dus je kan gewoon doorwerken. En ook hier zijn alle bladzijden weer geverfd. excuus. Meestal ga ik voor de rolstinten. Dat is nou eenmaal een kleur waar ik naartoe neig. Maar ik heb nu besloten voor de oranje tinten te gaan. Pure Sunshine, Fiery Sunset en Squeezed Orange. En voor de groen-geel tinten. Dat is Island Parrot, Lemon Zest en Cut Grass. En de borders en dat soort dingen doe ik uiteraard met de Black Marble zwarte verf. Dat komt later, dat ga ik doen ook met een blending tool. Maar ik ga eerst aan de slag in een boekje. Wat ik daarvoor gebruik is een brayer. Dat is om de verf aan te brengen. Ik heb hier altijd een hydrofiel luier liggen van mijn kinderen die inmiddels 16 en 18 zijn. Kijk, ik zal nog eentje laten zien. Dit is nog een nieuwe cover, daar heb ik nog niks in gedaan. Dus die is nog heel plat. En dit moet het worden uiteraard. Ik heb een nieuw boekje uitgekozen. In dit geval een grid versie, dus met vakjes. Je kan een blanco nemen, je kan met lijntjes nemen. Het maakt niet zoveel uit. Je maakt er toch je eigen ding van met alle verfjes. Wat ik verder nodig heb zijn stencils. Dit zijn de dialoog stencils. Zoals je ziet ben ik niet zo goed in het schoonmaken ervan. Dat geeft leuk effect straks met de verf. En behalve de dialoog stencils heb ik ook nog de kleine dilution stempels binnen handbereik liggen. Zodat ik als ik die wil gebruiken ook kan pakken. En wat ik meestal doe is de verf aanbrengen of met een brayer. Of op een gelplate. Die heb ik hier in deze doos zitten. Dit is een precieze maat die past in het boekje. En wat ik dan meestal doe, is deze op haar journalingblok doen. Dat is een acrylblok. Daar blijven ook je stempels automatisch statisch op plakken. Maar ik doe ook mijn gelpress erop, zodat ik makkelijk hem op kan tillen en erop kan drukken. En gewoon makkelijker vrij kan bewegen. Want anders zit alles onder de verf. Wat sowieso misschien wel gaat gebeuren. Daarom heb ik ook een glas mediamat. Die is ook niet heel schoon. Die heeft weer een beurtje nodig, zeg maar, met een sopje. En dan ga ik laten zien. Ik zal een paar pagina's laten zien, zodat jullie een beetje ideeën hebben hoe en wat. Wat ik meestal doe is hier geel, heel geel-groen en dan hier weer de oranje versie. En meestal maak ik dus, kies ik één kleurschakering die ik dan om en om gebruik. En het hoeft niet precies om en om. Je kan ook één bladzijde, de ene kleur, één bladzijde, de andere kleur natuurlijk. En zo kan je makkelijk achter elkaar doorwerken. Ik begin even met de groentinten. Het beste is ook om niet meer dan drie kleuren op een pagina te gebruiken. Omdat het dan heel onrustig en onsamenhangend wordt. En het mooiste is, maar dat is aan jullie zelf natuurlijk, om in één soort kleur te blijven. Zodat je niet warme en koude kleuren met elkaar mee... Oeh, daar komt een beetje veel uit. Ik heb nu dus wat druppeltjes van de paint en je doet er echt heel lang mee op de gelplate gedaan. Ik wrijf het uit met een brayer. Zodat heel de plaat onder de verf zit, zonder om deze verf te verspillen.
Dus ik open gewoon het boekje. Omdat je daarna toch nog plaatjes opplakt, teksten erop maakt en dat soort dingen, hoeft het ook helemaal niet pietje precies te zijn. De hydrofiel luier doe ik dan het laatste eruit. Nu kan je zo je boekje erop drukken als je wil. Je kan er ook voor kiezen om eerst een stencil erop te leggen. En dan zal je zien. Als ik goed zorg dat er contact is. En je moet natuurlijk een beetje druk uitoefenen. Omdat de papierbladzijde door het stencil de verf moet raken. Als ik hem er nu afhaal. Zie je het patroon van het stencil in de verf. Als je hem er nu afhaalt. Zie je alles wat onder het stencil zat. Wat dus niet opgepikt is. Door de ene bladzijde. Weer goed wrijven zodat er goed contact is. Je trekt hem eraf. En nu heb je dus het patroon van het stencil in de verf op het papier. En zo ga ik eigenlijk door. Ik doe meestal eerst dan in dit geval de groen en geel tinten. De bladzijde die ik daarmee wil. En daarna schakel ik over. Zo hoef ik deze niet schoon te maken. En blijft het gewoon allemaal netjes. Behalve met de gelplate en met de brayer om de verf aan te brengen. Kan je natuurlijk ook kiezen voor een babydoekje. Dat zijn vochtige doekjes. Als je hier gewoon wat drupjes zet. En meestal werk je in een driehoek. Zodat je ogen mooi mee worden getrokken op het design. Heel makkelijk, kost allemaal niet veel tijd. En je hebt toch een leuke achtergrond. En later komen dan de versieringen erop. Ook in dit geval. En je hoeft niet heel je pagina te bedekken. Er mag best nog een stukje wit zijn. En ook zo heb je weer een bladzijde gevuld. Straks komen de randjes er allemaal nog omheen. Ik ga even aan de slag met de groen-gele pagina's. En dan kom ik zo weer terug. Ik heb de video dus een minuut of 10 stopgezet. En ik heb alle geel-groen tinten pagina's in mijn boekje voorbereid. Ik zal er even doorheen bladeren. Dit is met de brayer gewoon, als ik hier de verf op heb gedaan op de gelpress. Mijn brayer schoongemaakt in de pagina's. Dit is met een stencil gedaan. En zo heb ik dus elke pagina die ik in de geel-groen tinten wil, bewerkt. Hier het stencil hierop gelegd. De pagina erop gedrukt. Het stencil verwijderd van de gelpress. En daarna de gelpress hierop gedaan. Dus heb je het negatief van het stencil. Dit is met babydoekjes gedaan. Weer stencil. En zo heb ik om de pagina, en soms doe ik twee pagina's openlaten voor de andere kleurencombinatie. Zo zitten alle pagina's er dus al in de basis in. Dan ga ik nu verder met de rood-oranje tinten die ik heb uitgekozen. Ik begin meestal het op de gelpress te doen, omdat ik dan vanzelf zie waar het eindigt. Ik rol dus de verf uit. Oh, ik ben even vergeten te schudden. Ik heb ze een tijdje niet gebruikt, dus ik moet ze dan eigenlijk weer, anders krijg je een beetje olieachtige basis. Je hoort ook een balletje erin, zodat het binnenin goed mixt. Even kijken of hij het nu wil doen. Kijk, dat ziet er meer uit als een dekkende laag. Nou heb ik best wel een dikke laag verf. Dus ik begin alvast met mijn brayer schoon te maken. Dat zou zonde zijn als ik dat op mijn doek zou doen.
Je kan het beter op een pagina doen, dan is de verf niet verspild. En heb je er nog wat aan. Ik heb dus nu al een pagina gekleurd en ik heb hier nog veel verf op zitten. Dus dan pak ik een stencil. Als ik het goed heb, is dit Fancy Floor van Dilutions. Dan kan ik gelijk de pagina ernaast pakken. Je kan ook gewoon bladeren in je boekje waar je terecht wil komen. In dit geval zal ik de pagina ernaast doen. Je drukt goed aan, zodat het papier contact maakt met de gelpress waar dus de verf op zit. Het is niet zo dat je heel veel druk hoeft te zetten, maar als je gewoon goed wrijft, dan is het contacten. En nu heb ik dus de afdruk van het stencil met verf in mijn art journal zitten. Als je nu deze eraf haalt, heb je dus nog heel veel verf over. Ik pak gewoon ergens een willekeurige blanco pagina. En wrijf weer. En zo heb ik dus het negatief van het stencil ook in mijn boekje zitten. En zo ga ik eigenlijk verder. Het zijn echt kleine drupjes. Je doet super lang met de flesjes. In dit geval gebruik ik alleen maar de normale acrylverf ervan. Ze hebben ook shimmer paints. Hier zit dus een paramour glansje in. En kan je ook heel leuk gebruiken met stencils. Oh, sorry. Ik brei je weer uit. En dat is net weer een andere kleurencombinatie. En ook deze pagina kan je weer als afbeschouwen voor de basis. Dan bladeren we weer verder. Ik pak nog eens een stencil. Even kijken. Ik heb er genoeg, zou je zeggen. Maar stencils kan je nooit te veel hebben. Ik druk het boekje er weer op. Zorg dat er contact is. Al de Dilutions producten hebben allemaal hetzelfde dikke mixed media papier. Kan dus heel veel verf hebben. Haarsprays zijn er ook uitermate in geschikt in. Zonder dat het papier gaat scheuren omdat het te vochtig wordt. Dan gaan we het stencil er weer af. Hier is een andere lege pagina. En wrijf de pagina. Vind je dit nou lastig? Dan, waarom heb ik hem op een stempelblok gedaan? Ik zal hem even zo houden, want anders verplaats ik hem. Dan kan je natuurlijk ook het journalingblok met de gelpress duwen op de pagina. En trek je hem er zo af. En heb je weer een leuke basis. Ik ga weer verder met mijn rode pagina's en kom straks bij jullie terug. Zo, inmiddels zitten ook de oranje-rode pagina's erin. Ook weer gewerkt met de gelpress en de breerstrepen. Je kan natuurlijk ook verf aanbrengen met een paletmes. Gewoon met een kwast. Dan krijg je meer gedekte look, zeg maar. Ik hou er wel van dat het een beetje grungy is. En zo zijn alle pagina's alvast een basis. Dit is heel weinig basis. Maar je gaat toch nog in de loop van de dagen natuurlijk daar dingen opplakken en dergelijke. Oh. Deze heb ik iets te snel dicht gedaan. Maar zoals je ziet is dat ook weer makkelijk los te krijgen. De basispagina's zijn dus nu klaar. Voordat ik de randen ga zetten, dacht ik dit is wel op zich redelijk saai. En dit ook saai tot nu toe. Wat ik nou doe is haar journaling blok pakken. Die leg ik erop. Dan gok ik dat dit ongeveer het midden van het blok is. Met een potloodje teken ik de golfrand na. En deze knip ik dan uit. Ik weet niet of dat op beeld heel makkelijk gaat. Dit is een Tim Hol schaartje, wat echt super werkt natuurlijk. Dan ben ik ook nog even aan de andere kant. Zodat ik naar iets toe werk. Dan zou je natuurlijk zeggen dat dat
dus een restje papier is en dat je dat weg kan gooien, dat doe ik niet, want ik heb dan ook weer de neiging, ik ben nogal een hoorder wat hobby spullen betreft, om deze dan weer bijvoorbeeld hier, dan niet omdat het, maar hier op te plakken aan de randjes, zodat je iets hebt om een kaartje tussen te schuiven of dergelijke. Dus dit gooi ik ook weer niet weg. Dit bewaar ik, dat komt vast in de loop van de maand wel weer te pas. Zo heb je vuren. Je kan natuurlijk ook een stencil zoals dit erop leggen, aftekenen en dan uitsnijden. En dat je een soort doorkijk hebt. Dat heb ik ook ergens. Oh, nou gaat de camera heen weer. In een van mijn boekjes, maar dan weet ik natuurlijk niet welke meer. Kijk, hier heb ik ook zo'n rand gedaan. Hier heb ik bijvoorbeeld een stempel gezet en daar de hoekjes, zodat je een soort doorkijk hebt naar de andere kant. En ik dacht dat ik dat ergens anders ook. Hier heb ik gewoon een hart getekend. Geen schabloon of wat ook, gewoon loshand ook uitgesneden. Deze bedoelde ik. Kijk, heb je een doorkijk naar de andere kant. Daar zitten toevallig foto's van mijn katten. En zo heb je altijd iets interessants om naar te kijken. Mocht je nou niet... geen zin hebben in al dat verfgedoe, dan heb je natuurlijk ook, oh, gaan jullie weer, sorry, blijf in mijn draadje van mijn telefoon hangen, met al gemaakte achtergronden. Dat heeft Diane al voor jullie zo laten drukken, dus daar hoef je verder niet aan te doen. Ik heb bijvoorbeeld hier de zeemeerminnenstempel weer met andere stempels gecombineerd, wat papieren bloemen als haar. Dus dan je, zonder dat je heel veel hoeft te doen, al een leuke achtergrond, al interessant. En kan je daarop verder bouwen. Hier ook weer met haar bloemenmeisjes. Maar wat ik nu in dit proces dus ga doen, is zwarte randen maken om de pagina's heen. En dat hoeft niet helemaal rondom. Het kan ook alleen een zijkantje zijn, alleen een onderkantje. Wat ik daarvoor gebruik is de Black Marble verf. Even verschillen. Dit is het enige verf van mij na tientallen boekjes die licht op begint te raken. Dus daar zal ik binnenkort even een nieuwe van aanschaffen. En wat ik gebruik is een mini blending tool. En dan heb je allerlei stencils. Dit zijn de dialog stencils. Die passen dus ook in die cover. Doordat ze hier een uitsparing hebben, scheuren ze niet. En zo kan je ze dus altijd meenemen als je je travel journal, je dialog meeneemt. Dit wordt een beetje een voorjaarsboekje, denk ik, gezien april. En ik wil nu wel echt mooi weer. Wat ik doe, ik leg het stencil erop. Je neemt een heel licht klein beetje verf. Je kan er altijd nog een keer overheen. Het zou zonde zijn als het er onderdoor gaat lopen, omdat je sponsje helemaal doorweekt is met verf. Dat is zeg maar niet de bedoeling daarvan. Hierdoor, doordat je dat zwart gebruikt, knalt de kleur er nog meer uit. En dit doe ik dan voor elke pagina. Je hebt allerlei soorten. Je kan bijvoorbeeld een soort genaaid randje doen. Ze heeft ook nog stencil body. Je kan zien dat ik deze dus heel veel heb gebruikt in mijn vorige dialogs met zwarte verf. En zo ga ik daarmee aan de gang. En dan... zet ik jullie weer even op pauze. Ga ik ze maken en kom ik zo weer bij jullie terug. Laatste stukje van deze video. Ik heb inmiddels alle randen, de borders, heb ik allemaal gezet. Met de zwarte verf. Dat heb ik gedaan dus met de Black Marble. En een blending tool. En de stencils van Dilusions. Van het Dialog systeem. En alles heeft nu dus een randje. En nu kan ik dus mijn dag... per dag gaan verwerken. Wat ik ook nog heb gedaan is in het begin, ik heb hier sowieso met een Posca stift accenten gezet op de zwarte, dus dan steekt het wat meer af.
Je hoeft dat natuurlijk niet te doen, want het zwart alleen vind ik ook al mooi. Maar soms vraagt het om net een extra accentje. Ik doe dit altijd met de Posca stiften of met de Dilution Paint Pens. En wat ik in het begin heb gedaan is de 30 dagen van april gestempeld. Dat heb ik gedaan met Stazon Jet Black. Ik gebruik eigenlijk altijd zwarte inkt in dit geval dan. En dat heb ik gedaan met de cijferset van de Dialog serie. Dus dat is waar de boekjes ook van zijn. En april is gestempeld met Diary. Dat is dus het dag, of de agenda die zij heeft. En daar heb ik het woord april uitgestempeld. En de rest heb ik dus gedaan met de Dialog stempels. Wat sterretjes ook erbij voor het effect. Hier kan ik dan zeg maar een trefwoord of zo van de dag invullen. En soms vul ik het wel helemaal in en soms vul ik het niet helemaal in. En dan kan ik dus hier, we gaan beginnen met 1 en 2 april. En soms doe ik 1 april dan bijvoorbeeld op, als er veel gebeurd is, op 1 bladzijde. Wat ik hier veel al voor gebruik, en dat zal ik nog even laten zien, zijn de Coolic Sheets. Een soort 3D knippen, maar dan niet 3D, maar wel zeg maar de plaatjes ervan. Zij heeft allerlei verschillende sets. Ik heb een paar avondjes op de bank zitten knippen. En ik heb ze allemaal in een mapje. Meestal gooi ik ze in een bak. Dit zit in een mapje omdat ik dat mee heb genomen na een creatief weekendje weg. Maar als ik gewoon thuis zit te werken, dan gooi ik dit in een bak dat ik makkelijk kan bladeren. En dan kan ik bijvoorbeeld, kijk of ik snel iets kan hoor, benen met een hoofd. En er zitten ook allerlei vormen in. Dat je bijvoorbeeld zo iemand kan bouwen. Ik weet nog niet of dit het wordt. Maar zoiets zou je dus kunnen doen. En dan kan je er een leuke tekst bij schrijven. Doe ik ook met Posca's. Die, in dit geval heb ik een dunne gebruikt om de lijntjes te zetten op de zwarte borders. Maar zoals je kan zien heb ik een hele collectie in My Dilutions Etui. En kan ik leuke quotes schrijven met dikkere letters. Of een quote schrijven en dan een belangrijk woord uit die quote met een dikke letter. En zo kan ik elke dag een beetje spelen. Dat is makkelijk. Dan heb ik een klein assortiment beneden bij mij op de bank staan. En kan ik gewoon plakken wat ik wil. En schrijven wat ik wil. En dan word ik dus niet meer, heb ik geen troep meer, zeg maar, zoals hier op mijn mat te zien is. Dan kan ik gewoon de hele maand weer vooruit. Ik hoop dat jullie het inspirerend vonden. En we zien ook graag filmpjes van jullie verschijnen. Of foto's, wat je zelf wil. En dat hoeft natuurlijk niet met persoonlijke geschreven dingen erop. Maar misschien je basis. Ik wens jullie nog een fijne dag.